Jeroen Hessing, op het WK 2014 in Brazilië werd van Louis van Gaal gezegd dat hij een gouden pik heeft. Heb jij die ook? Ja, als je vandaag ziet, heb ik dat zeker. En misschien de trainer ook wel met de manier van het wisselen. Want Joost daarvoor die gaf de assist op de 3-3. En ja, ik kom natuurlijk de 4-3 in. En ja, het komt heel veel geluk bij kijken. Ja. Maar leuk. Neem ons eens terug naar het moment. Massis Arjen gaat eruit. In blessuretijd, jij komt erin. Wat gebeurt er? Ja, Massis raakt geblesseerd. Automatisch moet ik er natuurlijk in voor die laatste minuut of twee of drie minuten. We starten met de corner en eigenlijk denk ik dat ik nog net op tijd erin mocht van de scheids. En ik ga mee naar voren. Ik zoek de tweede paal. Ik word redelijk vrijgelaten en de bal die valt eigenlijk voor me en ik kan hem zo inknikken. Hoe komt het dat jij een abonnement op belangrijke goals hebt? Weet ik niet. Ja, ik heb het hier vooral sinds bij Rijnsburg dat ik wel redelijk wat score en ook wel belangrijke goals. Ja, ik weet het niet. Zoals vandaag, ik vind het onbegrijpelijk dat ik daar zo vrij sta. Maar kijk, het blijft voetbal, dus dat kan gebeuren. Ik ben er heel blij mee en voor hun zal het heel zuur zijn. Maar ja, wij als Rijnsburg die zijn natuurlijk super blij met dit. En is het dan nog extra lekker omdat jij een achtergrond hebt bij Spakenburg, de rivaal van IJsselmeervoogd? Nou, het is niet dat ik op die manier naar hun kijk. Misschien vinden hun het wel extra zuur, de supporters, dat ik hem maak. Aan de andere kant maakt dat niet uit. Tuurlijk is het leuk dat ik score en tegen... Ik zag op mijn telefoon al wat berichtjes van blauwe supporters van Spakenburg van lekker en goed gedaan. Maar dat is leuk, dat zijn leuke dingen, dat is leuke rivaliteit. Ga je vanavond naar het casino? Nee, hierna valt niks meer te winnen. Joh. Ik heb al mijn geluk heb ik gespeeld vandaag. Nee. Dankjewel. Succes. Dankjewel.